We zijn hier vanmiddag om jongeren zeg maar, te stimuleren om in de schoolbanken te blijven zitten. En we gaan ze vertellen uit eigen ervaring waarom wij denken dat het belangrijk is. In mijn geval ben ik op hele jonge leeftijd, was ik meer op straat dan naar school, zoals het hoorde. De reden waarom ik ben gestopt met school is omdat ik volgde een opleiding aan de administratie. En het was niet zo echt leuk, je weet toch. Om voor mijn dingen verleden weg te rennen, ging ik niet naar school, ging spijbelen, ik wilde vrijheid hebben. Ik ben nu 25 jaar. Ik zit met kinderen voor 15 jaar in de klas. Mijn docent Engels is 23 jaar, maar dat geeft niet. Het maakt je echt aan je sterker, maar hé, ik kan het ook. Ja, ik kan het. Als ik het kan, dan kan je het. Weet je wat, geloof in jezelf dat je het kan, dan kan je het echt. Dat wil ik aan jullie meegeven. Mijn ouders bepalen mijn toekomst. Eens of nee? Waarom zou je hierheen mee? Oh, mijn ouders hebben vanaf mijn 14e niks meer te maken met mijn toekomst. Ze zijn altijd buiten beschouwing geweest. Ik woon al vanaf mijn 14e niet meer thuis. Ik heb deze gekozen. Omdat ik mijn diploma had gehaald. En toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. En toen ben ik een jaar gestopt met school. En hoe oud is je baby nu? 7 maanden. Dus je bent nu 17. Je bent een jaartje gestopt met school. Ja. En je zit nu alweer op school. Ja. Ik ben een half jaar gestopt met blowen en ik rookte 20 euro wiet op een dag of zo. Ik ben heel depressief geweest al. En ja, nu wil ik er gewoon voor gaan. Ik ben een half jaar gestopt en ik wil nu gewoon eindelijk wat doen na 4 jaar te hebben stilgestaan. Nou ja, als jullie daar problemen mee hebben en jullie denken van een docent kan me niet begrijpen, nou daar zijn wij ook voor. De website vond ik goed voor de leerlingen die het nodig hebben, die er wat willen van zeggen, die hun hart willen luchten misschien dat ze met iemand anders kunnen doen. Ik vind dat het belangrijk is dat er op scholen ook zulke lessen weer terug moeten komen. En alles maar een uurtje, alles maar één keer in de maand. En misschien zou je er niet 10 raken, maar misschien 1. Maar die 1 help je daar toch wel mee. De een die wel graag wil luisteren en die wel hier iets mee wil doen. En dat is wel heel erg belangrijk. Ik denk wel degelijk dat als er iemand bij zal zitten die zeg maar wil stoppen met school. Of dat diegene nu wel 2 keer, 3 keer gaat nadenken voordat die het doet. Maar in elk geval, wat ze vandaag hier hebben gehoord, gaan ze anderen zeker mee aansteken. Dat weet ik zeker.